Steeds meer jonge voetballertjes spelen met shirts zonder sponsor. Ook de borden langs het veld verdwijnen stilaan uit beeld. Het is ieder seizoen bang afwachten of de overgebleven sponsors nog willen blijven investeren. Tegenwoordig is dat wat moeilijker. We hebben heel weinig sponsors, zeker voor de jeugd. Een papa of een mama die in een groot bedrijf zit en die dan sponsoren. Maar tegenwoordig hebben we heel weinig sponsors. Bij ons in Merksem moet ik vaststellen dat het wat minder is dan een aantal jaren geleden. Zo en zo. Wat wij meer doen is nu richting evenementen gaan, toernooien organiseren. Rekenen op onze vrijwilligers die dan ons daarin ondersteunen. Aan voetballertjes geen gebrek, maar de inkomsten zouden beter mogen. Het lidgeld schommelt tussen de 50 en de 150 euro en sommige clubs vragen 2 euro inkomgeld. Overdreven vinden de ouders. Noodzakelijk, zegt de sportclub. Toch moeten de clubs op verschillende manieren creatief zijn. Wij houden onze kantine in eigen beheer bijvoorbeeld, omdat dat de belangrijkste inkomstenbron is, de kantine. En dan voor de rest activiteiten organiseren, waardoor er toch wat inkomsten in komen. Dat de financiële crisis dus ook op het veld invloed heeft, dat is overduidelijk. Maar de spelertjes zelf, die laten het niet aan hun hartje komen.